Philips. Jazeker, dit is dan binnen in het ICT-gebouw. ICT-gebouw zijn 11 zalen namelijk. 11 volle grote zalen, volop met bedrijven die de nieuwste technologie laten zien. Wat betreft heel veel televisieschermen hebben we gezien met touchscreen. Ja, dit is dan ook een technologie, denk ik. Zo. Nou goed, dan zie je ook schermen. Televisieschermen waarin dus wordt getekend. Je kan er alles mee doen. Tegenwoordig is het. En ook game reviews. Amsterdam. Wauw. Ik vraag me af wie dat niet heb gezet. Zo, we gaan even snel een lookje krijgen hier. Hoe druk het is. Het was ongelooflijk druk op deze jaarlijkse beurs in Amsterdam. Nou, een hoop bedrijven komen dus nieuwste apparatuur laten zien. Camera's dus. Wat je hier ziet, prachtige camera trouwens. En dit, ik moest dit gewoon filmen. Want het is geweldig om een achtbaan te zien tussen al die technologie. Het heeft er gewoon helemaal niks mee te maken, maar dat maakt het gaaf. Dit scherm is ook wel heel interessant. Het is namelijk een soort rondlopend scherm. Widescreen natuurlijk volop. En ik zie hier, volgens mij is dit Tekken of zo. Weet ik niet wat voor scherm. En dan gaan we door naar een schermpje waar een engine wordt getoond. En volgens mij was het een. Unigine, een nieuwe engine geloof ik. En zo zie je een soort demo ervan. Nou, we gingen verder. Yamaha. Doe natuurlijk veel met muziek. Boxjes. Waren er ook een hoop aanwezig. Dit was ook gaaf. Dat was Coca-Cola. Zag je een blikje stond achter een scherm. En dan werd er op geprojecteerd een aantal beelden. Dus dan kan je wel snel een ja, wat makkelijke marketing maken, zeg maar. Dit was ook grappig. Dan zag je bijvoorbeeld die drie schermen waren verbonden met een webcam. En je kan dan vergaderen terwijl je op een andere locatie bent. Dus je ziet hier dus mensen met elkaar praten. En ze kijken je ook echt aan door de camera's die zijn bevestigd op de bureaubladen. Dus best wel interessant en best wel grappig om dit te zien. Dat je toch met een computer zit te praten. Eigenlijk wel een echt persoon natuurlijk. Nou, hier zie je mij in het hoekje. En het houdt ook weer in met de bewegende webcams die je kan, die automatische op gezichtsherkenning. Snoep. Het is ook grappig, hier zien ze dus of je blij bent of vrolijk. Nou, hier zie ik dat ik lach. En dan trek ik hier een beetje een chagrijnig gezicht, let maar op. En dan zie je dat de meter verdwijnt. En dan moet je lachen. Dus het is echt wel grappig. Nou, heel groot scherm. Heb ik zelf in mijn kamer hangen. Zo'n schermpje. Deze camera wil ik hebben. En dit is ook wel grappig. De nieuwste discovloer. Het waren voor mij ook een aantal schermen die met elkaar verbonden zijn. Waar je gewoon op kan lopen met je schoenen en al. En ik vroeg ook netjes of ik erop mocht lopen. En dat mocht ook. Dus ging ik doorlopen. En is op zich wel heel apart om hier op te staan. Echt heel apart. Ik denk dat je best wel kan swingen. Dit is ook heel erg leuk. Ze hadden namelijk een McDonald's waar je... een McDonald's nageboost. Dat je eigen eten kan bestellen, ook weer via touchscreen en allerlei hulpmiddelen. Best wel goed gedaan. En je zag allerlei gave dingen op deze beurs die je normaal helemaal niet zou zien. En wat in de nieuwste technologie allemaal in de smaak valt. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer bij een nieuwe game video. Of een special item natuurlijk. Check die shit snel. Ben je gamer? Je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer? Je moet me geloven. Check die shit of game over.